Ik ben Wijnald Wiegeraad, ik ben geboren in Ede, getrouwd met Els van Houwelingen, die komt uit Brabant. We hebben drie kinderen en vijf kleinkinderen. Uh, wij wonen al een, een jaar of veertig in Leiden. Ik ben beheerder van de begraafplaats in Wilsveen geworden, uh, via het bestuur van de kerk hier in Leiden, de protestantse kerk. Het kerkje aan de sluis, de zogenaamde peperbus. De begraafplaats ligt in de Driemanspolder, tussen Leiden en Zoetermeer in. Als u de drie molens kent... En daar een rechte lijn richting Zoetermeer trekt, dan vindt u daar aan het Wilsveen de begraafplaats van de Stichting Hervormde Begraafplaats Wilsveen. De begraafplaats is ontstaan in dat gebied omdat er toen, in de middeleeuwen, veel mensen woonden. Die mensen die daar woonden, dat waren turfstekers. Die staken daar de turf voor de grote steden om ons heen: Delft, Gouda Leiden, natuurlijk. Dat gebied heeft uh, ook een grote rol gespeeld nog in de tijd van de, uh, het ontzet van Leiden. Uh, maar in ieder geval in die polder die ooit ontstaan is, omdat een drietal projectontwikkelaars in die tijd het initiatief namen om dat uh, gebied droog te leggen. nadat het turf was afgestoken en het eigenlijk een, een, een nat gebied was geworden. En toen hebben ze dat droog gemalen. Maar die droogmaling die had ook gevolgen voor een terp die in dat gebied lag en waarop een mooie kapel stond. Dat was in die middeleeuwen een katholieke kerk. Die katholieke kerk was uh, heel belangrijk, zelfs in Nederland, omdat het een van de belangrijkste bedevaartplaatsen in ons land was voor de vereering van Maria. Er was namelijk, uh, zo wilde legende, is daar een uh, beeldje aankomen spoelen, een zogenaamd Marianum, een klein Maria beeldje. En dat werd vereerd daar, zodat men van heinde en verre naar het kapelletje kwam om daar Maria te aanbidden. Dat deed men op een zeer... In drukwekkende manier, maar ging dan op knieën en ellebogen, ging men rond de kapel, al biedend tot Maria. Het beeldje is behouden gebleven en bevindt zich nu in het Katharijnenconvent in Utrecht. Dat is een museum eh, waarin eh, religieuze geschiedenis van Nederland zeg maar, in museale vorm eh, bewaard wordt. Wellicht moeten we nog eens een keer een processie, maar dan een ecumenische processie uit Leidschendam organiseren nadat dat Maria beeldje. Wat daar nu in de archieven ligt. Maar er veranderde in die tijden wat. Zoals u weet is in de uh, 16e eeuw is, uh, uh, Luther gekomen en Calvijn en Johannes Hus, die uh, nogal wat kritiek hadden op de katholieke kerk. De meeste van hen wilden de katholieke kerk niet verlaten, maar werden eruit, eruit gezet omdat ze nogal veel kritiek hadden. En die kritiek ging met name ook over het uh, dat men in de katholieke kerk kon betalen in die tijd om zijn zonde, van zijn zonde af te komen, om op die manier toch het eeuwige leven te kunnen krijgen. Het was dan zo dat de, de, de kerk overging in het protestantisme en dat gebeurde vaak afhankelijk van de pastoor die daar stond of die wel of niet de nieuwe geloofsrichting uh, tot de zijne had gemaakt. In Wilsveen gebeurde dat en zo kwam de kerk in protestantse handen. Dat gaf grote problemen omdat de katholieken bleven komen. ...voor die bedevaarten. En de protestanten dat uh, niet goed vonden... ...want die vonden het katholieke geloof uh, bepaald niet, uh, niet goed. Dus die verzetten zich daartegen. Dus dat gaf wel spanningen. Zo zelfs dat de staten van Holland zich daarmee bemoeiden. En ook Leiden. De baljuw van Leiden ging zelfs op zekere zeker moment... ...dat er een grote processie was in Wilsveen... ...heeft uh, een paar honderd uh, processiegangers uh, opgepakt... ...op een platbodem schuit, uh, naar Leiden gevaren... ...en daar in de gevangenis gegooid... Overigens zijn ze wel snel weer losgelaten. Het grappige is dat later uh, de uh, processies wel weer toegestaan werden. En ik vermoed, we weten dat niet zeker, dat het te maken had dat er aan de kerkdeur ook een collectebus ging. En dat de mensen die daar ter bedevaart gingen, daar wel wat in deden. En dat vonden die protestanten dat waarschijnlijk toch wel erg fijn om op die manier hun kerk te kunnen blijven in stand te kunnen houden. Overigens hebben de protestanten niet veel plezier gehad van die door hen uh, ingepikte. ...zeg ik tegen mijn katholieke vrienden, ingepikte kerk. Want hij is na 50 jaar, dat hij in 1580 ongeveer in protestantse handen kwam, is hij ingestort. Waarschijnlijk omdat het waterpeil veranderde. De kerk stond wel op een terp, maar dat had ook een veen ondergrond. Het veen is uitgedroogd, hij was niet onderheid. De kerk is ingestort. Hij is toen opnieuw gebouwd door de protestanten. Ook dat gaf spanningen met de katholieken, die braken af en toe de boel af... De protestanten wilden er ook een pastorie bij bouwen. Die werden s'nachts door de katholieken weer afgebroken. De kerk is toen herbouwd. Daar was vaak met, met schitterende gebrandschilderde ramen. Die werden vaak geschonken door de steden om ons heen. Door Leiden en ook door de waterschappen. Prachtig kerkje geweest. Uh, en dat heeft stand gehouden tot rond 1820. Wat gebeurde er namelijk? Turf was op. Turfstekens stroken weg. En koning Willem I in die tijd, na de Franse tijd, kwamen, kwamen de Oranjes terug. En koning Willem I die had gezegd, ik wil wel koning van Nederland zijn, maar dan moet ik wel echt de, uh, redelijk de baas zijn. Zo bemoeide zeggen, hij ook heel duidelijk met de religie. Hij betaalde dus ook het salaris van de dominees. En koning Willem I die zei, luister, het is mooi wel, maar in Wilsveen komt bijna niemand meer ter kerke. Want uh, de turfstekers waren weggetrokken. En ik betaal het tractement van de dominee niet meer. Die dominee die moet op een andere plek zoeken. En die, uh, uh, die kerk in Wilsveen, die gemeenschap, die moet maar samengevoegd worden met de dorpskerk in Leidsdam. U kent het wel, dat achterkantige uh, kerkje bij de sluis. En uh, dat wordt dan één kerkelijke gemeente. Gevolg was dat het kerkje dus in Wilsveen leeg kwam te staan. En het gevolg was dat de kerk werd afgebroken. Dan moet ik even vertellen dat. In die Franse tijd met tot ontdekking kwam dat uh, het begraven in kerken, wat toen algemeen gebeurde, met name van de mensen die vermogend waren en hun graf daar konden kopen, de, de rijke mensen uh, niet meer in de kerk begraven mochten worden, omdat men tot ontdekking kwam dat dat toch qua Hygiëne niet erg best was. U kent ongetwijfeld de term een rijke stinkert. Nou, dat komt uit die tijd dat uh, mensen dus in de kerk begraven werden en die grafsteinen, die sluiten niet helemaal. Dus de lijklucht kwam dan in de kerk. En dan zeiden de mensen, als ze ter kerke gingen: van er ligt weer zo'n rijke stinkert. Bij de dorpskerk had men geen ruimte voor een kerkhof. Uh, en is men uh, toen overgegaan tot het afbreken van de kapel in Leidseveen. En heeft men dan de muren laten staan en binnen die muren heeft men zand gestort en is men daar gaan begraven. Later, in de loop der jaren, is het nog een uh, viertal keren uitgebreid. Ieder eerst een paar keer met een klein stukje. En, uh, en na jaren 5, 6 verleden hebben wij de begraafplaats praktisch verdubbeld in capaciteit. En uh, daardoor hebben we alles bij elkaar zo'n 260 graven. En ook nog een urnenmuur en wat urnengraven. Die graven zijn over het algemeen uh, familie-zandgraven, zoals ze dat noemen. Uh, maar we hebben ook grafkelders. Die zijn ooit een keer door vrijwilligers daar ook gebouwd. In, uh, met een grote sprong eventjes verder in de, in de tijd, in uh, rond, rondstreeks 1998. Is de begraafplaats uh, uh, een rijksmonument geworden vanwege de bijzondere ligging in het landschap en de bijzondere wijze waarop daar de funeraire cultuur, zoals dat dan heet in de omschrijving, uh, gestalte wordt gegeven? Een rijksmonument, wat overigens verder niet veel voorstelt. We zijn er natuurlijk wel een beetje trots op, maar uh, het heeft verder weinig consequenties uh, voor ons. Zoals gezegd, de kerk was uh, eh, eigendom, of het begraafplaatsje was eigendom van uh, de protestantse kerk, van de dorpskerk, hier in Leiden-Dam. En uh, toen destijds, in uh, 2005 ongeveer, uh, gevraagd werd of ik het beheer wilde doen, ik zat daar in het kerkbestuur, toen heb ik daar graag ja op gezegd, want het is een bijzonder mooie plek en ik hou van buitenwerken. Toen heb ik de twee vrijwilligers die daar toen actief waren... Ben ik gaan helpen, en uh, toen zij oud werden. toen hebben we een hele ploeg nieuwe vrijwilligers kunnen vinden. Dat was overigens helemaal geen probleem, dat ging razendsnel. Zelfs, we moesten zelfs een vrijwilligersstop instellen. En met dat ploegje van een man of acht, negen, uh, overigens één vrouw daarbij ook, uh, onderhouden wij de begraafplaats. Mijn naam is Jan Dochterom. En ik ben hier vrijwilliger geworden op verzoek van een paar vorige vrijwilligers die hier waren. Van, joh Jan, kom jij nou eens even helpen. Jij bent een man die gewend is met zijn handen te werken. Zodoende ben ik hier gekomen. En dit plekje dat heeft wel iets. Ik vind het zelf vind ik het een pareltje in de natuur hier. Er zijn mensen die er anders over denken. Maar we doen het ontzettend graag dit werk. Dat komt ook omdat de mensen die hier met uh, nabestaanden hier, hier, hier te maken hebben, die waarderen wat wij doen. En voor die waardering is het voor ons een stimulans om hiermee door te gaan. En dit proberen wij om zo goed mogelijk te doen. Dat de mensen die hier geweest zijn en weer weggaan, met een goed gevoel later nog een keer terugkomen. In de tijd dat de begraafplaats eigendom was van uh, de kerk, toen konden alleen mensen van de kerk... En van mensen die op het Wilsveen woonden konden daar begraven worden, ongeacht hun geloof. Toen de, de begraafplaats overging in de handen van de stichting rond 2005, toen hebben we dat afgeschaft, omdat uh, de reden waarom we dat in de, in die voorheen beperkte, was de beperkte ruimte. Maar toen we de begraafplaats uitgebreid hebben en uh, de capaciteit uh, ongeveer verdubbeld hebben, zeiden we er is geen reden meer om onderscheid te dat onderscheid te maken en iedereen die dat wenst kan daar begraven worden. En zo. Uh, zijn wij elke woensdagmorgen als vrijwilligers in ieder geval op de begraafplaats te vinden, ook nog wel eens vaker. Maar in ieder geval woensdagmorgen is onze vaste morgen waarop wij het onderhoud doen. De graven ook verzorgen, wat op andere begraafplaatsen vaak door de eigenaar van het graf uh, dient te geschieden. Maar wij doen dat er aan passant maar bij, omdat we graag willen dat onze begraafplaats er perfect bij ligt. Nou, dat is zo'n beetje het verhaal rond de begraafplaats Wilsveen.